KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Ja, welkom in speelronde 10. Een Limburgse kraker, kunnen we dat zeggen? Nou, helaas niet, want Roda is de koploper en VVV Venlo is de nummer 16. En hier kijken we naar het wereldteam van Tom Heijnen. De e-sporter van Rode JC. We hebben maar liefst 5 Eikens en Isco op het middenveld zelfs. En hier Sandro Kooijman, dus de nummer 16 in de E-divisie. Met in de spits een zilver kaartje. Die gaan natuurlijk gewisseld worden. Rui Costa op het middenveld. Verder een prima team. En naast mij zit Bas van Velzen. Top, ja, daar ben ik wel. Ja, toch? Het is toch wel, denk ik, wel een beetje een Limburgse kraker, toch? Jawel. Toch, het blijft altijd misschien wel leuk als ze uit dezelfde regio komen. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, het puntenverschil is duidelijk is aanwezig. Is behoorlijk, ja. Tom, de koploper, degene die het meeste scoort eigenlijk per wedstrijd, gaat hij meteen de 1-0 prikken, wil ik zeggen. Ja, maar dat is goed gekiept. Dit kennen we van Tom, hè. Ja, het verschil in punten is wel duidelijk. 21 punten voor Roda tegen 5 punten van VVV. Dus ik ben benieuwd wat VVV in te brengen heeft in deze wedstrijd. Zij zou misschien kunnen stunten, maar als je Tom dit seizoen ziet, ja, die jongen is helemaal los. Ja. Het is altijd wel leuk, hè? Het geeft een extra dimensie aan zo'n wedstrijd. Want voor Sandro is het misschien, valt het allemaal weer mee. Hè? Maakt niet meer zoveel uit wat hij doet. Precies. En dit is toch wel leuk, om vooral tegen de koploper. Hè? Dus laten we zeggen, je concurrent, de buren, is de koploper, is de te kloppen ploeg. Precies. Ja, daar kan je wel lekker puntjes van afsnoepen. En wat ook zo is, als je dan als VVV zijnde toch weet te stunten, dan kan je nog eens een plekje omhoog ook nog misschien wel. Afhankelijk van wat de concurrentie doet. Maar ja, dit is toch een enigszins interessante pot. Want hier gaat hij toch weg, VVV. Gerrit Bill geeft hem voor. Oei, oei, oei. Neuer, goed zijn goal uit. Hij is niet bang. Nee, het gaat vol pool dit. De twee gele truien dragers. Geel-zwart. Gele zwarte, hè? Kijk, goed gespeeld. Oei, oei. Boateng toch ook wel een mooi team, hoor, van VVV, moet ik zeggen. Ja. Sowieso ben ik voorstander van Pogba, je team. Nou, dat heeft hij. Rui Costa daarnaast, dat is ook niet misselijk. Maar het is ook zo, hè? Sandro speelt eigenlijk best wel goed. Het is niet dat hij totaal overlopen wordt. Nee. Hij speelt tikt wel aardig. Ook tegen de toppers heeft hij toch aardig gedaan, vind ik. Het is niet dat hij, laat me zeggen, afgedroogd wordt. Nee. Hij speelt lekker mee. Alleen, nou, dan is dit een wedstrijd op zich weer. Dat je speelt tegen Tom Heijnen. Ja, degene die ze achter elkaar erin prikt. Ja, dat moet je zo dusdanig geconcentreerd zijn dat je dat fixt. Ja. Oh, hij zit er wel elke keer net op het laatste moment goed tussen, denk ik. Die verdedigers. Ja, hopen dat hij de hele wedstrijd volhoudt. Misschien heeft hij toch... Oh, dit is een goede schijnbeweging van Ronaldo. Dan kan je nog eens gaan stunten, want Ronaldo heeft natuurlijk de vaten wel in zitten. Je meets maken. Dit is niet zo verstandig. Oh, dat mag ik niet zeggen, want het is een hele goede bal. Overheen, nee, dan is hij toch voor Gullit die hem goed terugkomt. Waardoor de keeper hem natuurlijk in de handen kan pakken. Ja, wat ik wou zeggen... Oh, dit is heel slordig. Wat ik wou zeggen is dat VVV misschien zijn huis ook wel heeft gedaan. Want elke keer laat hij Tom tikken in de 16. En op het laatste moment springt hij ertussen. Ja, Tom is niet iemand die makkelijk of die snel van afstand schiet. Nee. Tom zoekt altijd voor de extra paas in de 16 vooral. Die houdt wel van de flipperkastje in de 16. En die tikt gewoon 25 keer rond. Voordat hij kan scoren. Die heeft de regel, iedereen moet de bal raken voordat ik mag scoren. Ja. Zo, wat je in de F's ook deed. Dat is echt ongekend. Maar je ziet hier wel dat de verdediging bij balverlies toch wel dicht bij elkaar staat bij VVV. En die staan natuurlijk allemaal in de 16. Want ja, speelt Tom veel via de zijkant. Ik denk het niet. Hier kan hij hem terugspelen. Ronaldinho! Ja! Ronaldinho is de man van Roda JC. Tom Heijnen. Oh, die Ronaldinho, dat is echt ongekend, die man. Ja, dat is lekker. Dat is echt, denk ik wel, misschien wel de topscorer van deze E-divisie. Ja, ik ga er wel vanuit als hij zo doorgaat. Maar aan de andere kant, voor mij is dit de enige Ronaldinho in de hele E-divisie. Ja, als je dan kijkt naar Ronaldo in het algemeen, die zou vaak gebruikt worden. Als je per team gaat, dan gaat het een rappelklappo wel met onze... Zijn favoriet icon heeft hij ook gezegd, hè, in de E-divisie. Ja, maar ja, hoe kan je dat nou geen favoriet icon vinden? Zo, die is echt lekker. Nou, daar gaat Ronaldinho weer. Het wordt goed getikt. Gaat hij weer tik, gaat het centrum opzoeken. Heeft Ronaldo. Hij de bal nog steeds? Ja. Kan je een tikkie terug? Kijk, dit is goed, hè. Kijk, hij heeft al gewoon die X-knop, is dat geloof ik. Heet hij gewoon al... Van mij heeft, ik ben ook benieuwd naar de duim van Tom. Ja, veel FIFA-spelers hebben de R2-knop altijd ingedrild. En hij heeft gewoon altijd de paasknop. Maar kan een duim, zeg maar, ook spierballen kweken, of niet? Ik wil geen duimpje drukken met hem. Nee, dat wil je zeker niet. Want hier is dat 2-0. Ja, dit is een goede paas, hè. Dit is een hele goede paas. Dit is een dodelijke steekbal. Dan is het weer Ronaldinho. Ja, we juichen niet eens meer hard, omdat we het zo vaak zien. Ja. In deze competitie. Isco in vorm, die de steekpaas geeft door het midden. Ronaldinho is natuurlijk zo'n goede speler, zo'n goede icon. Die zijn positie, aanval, 90 plus heeft. Dus loopt altijd wel vrij. En heb je Isco erachter, die steekt hem wel. Dan is het een koud kuntje. In vorm ook nog. Dan is het een koud kuntje. En die kan je weer gestoken worden, of gaat hij zelf? Oeh, je kan schieten, maar weer Ronaldinho! Oh, het trucje Ronaldinho!
Ronaldinho. Golasso. Ja, dit is lekker hoor. Een hat-trick, een echte. Jongen, jongen, 30 minuten in de wedstrijd gespeeld en dan is het al 3-0. Drie keer Ronaldinho, ja, het is de eerste 20 minuten ging Sandro goed mee. Alleen ja, dan word je afgestraft door de cultheld, de spits. Ronaldinho, die bij Rode JC speelt. Je hebt Nicolas Anelka en natuurlijk Ronaldinho bij Rode JC. Ja, toch elke keer als je denkt van hij gaat schieten, dan legt hij hem toch nog een keer af. Oh, VVV toch. En een speldenprikje. Maar elke keer als je bij Tom denkt van ga nou eens een keer schieten, kerel. En dan legt hij hem toch nog weer af, wat uiteindelijk toch nog beter blijkt te zijn. Ja, dat is toch een hele goede kwaliteit van onze vriend Tom. Dat is ook goed. Hij wacht tot hij niet meer bij het spel staat. Gaat de combinatie aangaan. Isco naar het midden. Die steekt weer op Ronaldinho. Die kan de verre hoek zoeken. Oh, goede redding. De Gea. Hier zou je ook denken van Isco die verruimt om te schieten. Maar nee, hij verbiedt het gewoon. Voor mij krijgt spelers inderdaad ook een boete als van buiten de 16 schieten bij Tom. Ja, heb ik vernomen. Niet normaal dit. Maar Isco had net ook de bal. Hè? Isco kon meters maken. Die kon de 16 opzoeken. Ja, maar hij gewoon pasen. Wachten. Wachten, de spits stond buiten spel. Wachten tot hij terugkomt uit de buitenspelpositie. Inpasen, ja. Terug. Ik heb ook gehoord hè, dat dat zijn favoriete feestdag is, hè? Pasen. Ja, zo. Nou, dat is niet normaal hoeveel hij dat doet, hoe vaak hij dat doet. Dit is ook goed, Ronaldo. Goed ertussen van Bailly. Naar Vidal speelt de bal. Bill. Isco terug naar Ronaldo. Houdt goed lichaam ertussen. Hij zet hoog druk, hè? Ja. In de counter is het natuurlijk gevaarlijk met Pogba, die de midline over kan steken. Even toch niet terug. Heel veel spelers voor de bal. En als je de bal ook nog niet binnenhoudt. Ja. Ja, hij moest wel terug, soort van, ja, want hij wil aansluiting hebben. Maar als je dan inderdaad de bal verliest, ja. Kijk. Dan wordt het een lastig kwijtje. Hier weer tik, tik, tik. Hier wel balverlies, dat is niet zo best. Hier weer Vieira ertussen, ja, het is ongekend dit. Je denkt, ga nou eens een keer schieten, maar nee. Nee hoor. Er wordt gewoon weer terugleggen. Een vrije trap, peddel. Vrije trap. De buiten. Hij is erbij. Gaat hij dan weer afleggen? Ik denk het wel. Ja, en dan schieten. Nee hoor. Hij moet echt binnen de 16 komen, denk ik. Het mag gewoon niet. Jongen, het mag niet. Wij vieren eerste paasdag, tweede paasdag. Hij heeft voor mij ook nog 25e paasdag. Dat is echt ongekend, deze man. Goh, veel feestdagen. Dan leg je hem af bij een vrije trap. Dan denk ik van, nou, nu moet je toch een keer gaan schieten. Maar nee hoor. Ongekend. Dit is het rust, 3-0. En Tom, ja. 8 schoten, 7 op goal, 3 doelpunten en 0-0-0 voor VVV. Ja, de statistieken zijn dodelijk, hè? Ja. 8 schoten, 7 op goal, dat zie je niet heel vaak bij FIFA. Vaak is het nee, maar ja, als je alles binnen de 16 schiet, ja. Dan kan het tactiek zijn, ja. En een goeie. Als die schiet, dan is die op goal. Ja, en als je dan Ronaldinho en Ronaldo hebt... We zien hier wel Kluivert nu in de spits. Ik weet niet of we dat al eerder zagen, maar... Wij zijn natuurlijk alleen maar gefocust op Ronaldinho. Wie is eruit gehaald dan? Ronaldo? Ja, ik zag het even niet. Bill, volgens mij. Oh, nee, ook niet. Niet gezien. Excuses. Maakt ook niet uit in ieder geval. We hebben in ieder geval... Bill nu wel voor de VVV-kant. Die kan gaan stiften. Oh! Kick-off, koek-koek. Ja, Tom, die baalt die van, hoor. Oh, oh. Oh, wat een fantastische goal, zeg. Waarom kom je uit? Ja. Ja. Waarom kom je uit? Ja, weet niet. Ja, ik zit hier nog, maar ik weet niet waarom je dit zo erbij vraagt. Maar dit is wel een fantastische goal. Kijk, als hij dan uitkomt, dan is er maar één manier om het goed te doen. En dat is stiften, natuurlijk. Dat is goed afgemaakt, hoor. Goede goal van Sandro Kooijman van VV Venlo. Waar hij gaat natuurlijk hier onze grote vriend Tom meteen weer de 16 in. Dan kan hij gaan schieten met extra, extra paarsje. Komt niet aan. Ja, dat kan Tom, ook een keer gebeuren. Dit zet Tom waarschijnlijk wel op scherp, dit doelpuntje. We zien hier een Giovinco spin. Hier Vieira die strak inspeelt. En dan weer de 16 in spelen. Kluiver met een scoopturn. Maar helaas. Dat komt er niet uit. Dan gaan we weer counteren. Dit is kant als het snel wordt gespeeld. Dan is het heel erg gevaarlijk. Naar binnen halen die bal. Nee, dat zit er niet in. Dan gaat hij weer tik, tik, tik. Hij speelt nooit achteruit, hè, die man. Nee, nooit. Alles voren, alles naar voren. Kijk dan. Roda, recht op doel af. Nou, gaat hij dan schieten? Gaat hij dan schieten? Ja, buiten! Ja, oh, buiten 16. Maar, en dan is nog binnen de 16, hè. Het mag gewoon niet zo zijn. Nee, de buiten en de binnen. Dan is het Kluivert. Ja, dat is zuur als VVV zijn. Als je dan toch denkt, misschien enigszins nog kans hebben om terug te komen, dan ja. Wel een soort van lullig doelpuntje, want ja, het was een fantastische goal. En dan kom je tot 3-1 tegen Tom, hè. Dan gaat het toch kriebelen, ook bij Tom misschien een beetje. Zoals je deze maakt, die geblaast. Maar kom je 3-1 tegen Tom, je speelt aanvallend, VVV. Je bent gevaarlijker, de eerste half niet op goal geschoten. Je maakt meteen die 3-1, dan denk je, pap, we gaan erover, ik ga aanpoten. Exact. Ah, knalt hij meteen de 4-1 binnen. Dan wordt het wel heel erg lastig. Dat is zuur. Dan wordt het heel erg lastig. Ja, Sandro Kooijman, wat te doen. Gaan aanvallen. Je kan ook niet anders. Ja. Als het nou 6-1 wordt of 4-1 wordt, dat maakt er ook niet meer uit. Dan gaan we maar full pool voor die aanval.
moet je natuurlijk wel de bal hebben. Nou, dan gaan we counteren. Drie man voor de bal. Kaatsen naar middenveld, goed gespeeld. Eén mannetje overgeslagen. Hij verdedigt zo hoog, hè. Die druk is zo hoog, hè. Dat is maar één ding wat hij wil, en dat is aanvallen. Ja. Hier weer. Zou je denken, schiet een keer. Oh, Kluivert, die was even geen koffie halen, denk ik. Die had, is dat had even geen zin in de bal. Walker. Walker die loopt, die walkt alleen maar terug, zie ik. We zien hier Pogba. Balletje. Strakke bal. Goeie paas. Goed. Goed, oh, dit. Goed. Heb je hem nog? Nee, dan gaat alles weer naar vooruit. Dat is toch een soort AliExpress versie van Tom, wat we hier net zagen. Snel tikken, maar schieten, dan toch... Schieten, je hebt de ruimte. Jongen, we zien toch wel verschillende kwaliteiten. Ook ja. Tom, of ja, hoe heet dat, wat wil ik zeggen? Sandro. Die natuurlijk ook snel probeert op te bouwen, maar dan uiteindelijk toch een soort van de bal verliest. En dan zien we Tom die dat toch iets beter onder de knie heeft. En dat resulteert ook op de stand natuurlijk de ranglijst. Ja, de 4-1 en ook de manier van spelen is natuurlijk ook wel anders. Hoewel dit natuurlijk heel gevaarlijk kan zijn. Ja. Als je Maldini ook achterin hebt, is ook wel lekker vooruit verdedigen, hoor. Dat is lekker, hoor. Dat is anders dan Virgil van Dijk. Dat toch denk ik ook inderdaad zo. Dat is wel, dan kan je ook wel met Ronaldinho en met Vieira lekker naar voren spelen. Want je zat zo'n blok achterin. Heb je nog Gullit, Vieira? Binnen de 16. Ronaldinho, met een bal, maar die loopt hier tegen op aan. Misschien de andere kant op moeten doen. Bakayogo, Bill, een goede Costa. Die kan hem terugsteken overheen. Goeie bal. Maar, Ferdinand die kan oppikken. Je had nog wel meters kunnen pakken, hè? Het was 3-2. Je had een overtalsituatie. Ik denk toch, als je hem iets harder had gegeven, die bal, dat hij goed uit was gekomen voor Bill wel. Dus er zat wel een goede gedachte achter. Maar ja, dan als die paas dan niet perfect is, want dat moet dan wel. Ja. Helemaal tegen de spelers als Maldini en Ferdinand inderdaad. We zien hier een mooie actie. Bal rond achteraan. Afleggen, Alaba. Oh, ja, dit is een lucky. Gepakt, De Gea. Ja, dat mocht ik wel, want wel een heerlijke actie weer, Ronaldinho. Hij heeft Ronaldinho helemaal onder controle. Ja. Al zijn trucjes, dit is een goede uittrap trouwens. Ik wil net zeggen. Ronaldo kapt hem terug. McGee die spin, die werkt niet goed. Nee. Iets te voorspelbaar misschien. Maar wat ik wou zeggen is dat die Ronaldinho helemaal onder controle heeft. Ja. Elk trucje, elke manier van lopen, hij heeft hem helemaal weten te besturen hoe hij dat wil. En dat is moeilijk bij zo'n icon, want het zijn zulke goede spelers dat het lastig is om die te laten doen wat je wil, omdat ze alles kunnen. Ja. Hij had wel maximaal eruit inderdaad. Ja. Dan kan je zeggen wat je wil, maar Ronaldo schiet van afstand. Oei. Het is gewoon niet voor hem weggelegd, denk ik. Nee, Tom, dat moet je niet doen, hè? Nee, niet afwijken van je tactiek, jongen. Dan kan je niet scoren. Oh, dat was wel een goede variant. Misschien een countermogelijkheid voor VVV, Bakayoko, Ronaldo, Bill en Rui Costa. Nee, de meest snelle. Die wil je daar niet aan de bal. Oh, wat slordig, zeg. Bill hier op Ronaldo. Verre hoek. McGinnis spint wederom hetzelfde als wat Sandro net had. Eigenlijk gewoon naar je man toe. Ferdinand. Die spin werkt niet altijd, hè? Als je dicht op je man staat, dan... Ja, weet je, het is echt een kwestie van timing, inderdaad. Ja. Eigenlijk moet je het doen als je exact naast iemand staat, ja. in een harde loop. Dan loopt diegene sowieso altijd door en dan ben je er langs. Precies, maar als je L2 ervoor hebt, sowieso werkt L2 verdedigen bij FIFA, werkt 18 werkt sowieso heel erg goed. Dan heb je die acties eigenlijk altijd wel. Ja, maar ook als je niet parallel staat, zeg maar, dan loop je eigenlijk tegen je tegenstander aan. En hier is Ronaldo, die moet hem... Oh! Nee, joh! Was dat de El Tornado? Ja, hij wil hem ook tikken. Oei. Als dat was gelukt. Ja, dan was ik helemaal gek geworden. Ik ben deze gewoon goal van de week. Geweest. Oei. Hij had het gewoon kunnen maken, hè? Verre hoek laag zat erin, hè? Is gewoon 5-1. Kies hij ervoor. Waar toch iedereen dacht van, nou nu gaat hij echt schieten. Doet hij het weer niet. Zelfs Tom gaat nu echt schieten. Nee. Dan doet hij het gewoon weer niet. Ja, dit was wel echt... Ze was hard, hoor. Eigenlijk is het ook gewoon geen respect wat je dan hebt, hè? Maar ja, het is wel mooi voor de kijkers natuurlijk. Ja, en voor tuurlijk. Ons ook. Daar doe je het voor. Jongen. Ziek. 3-3. Als dit snel gespeeld wordt, Ronaldo naar Kluivert. Nou, Ronaldinho loopt niet door. Het is buitenspel. Ja, dat wordt al makkelijk verdedigd. Stoordig zeg weer. Ronaldo Kluivert. Kluivert gaat terug. Legt een breed. Gullit. Oh. Te veel kruisje. Gullit die dacht dat de grens ook meedeed. Maar dat is, die heeft toch een ander shirt aan. Ja. En dan lijkt het toch gewoon om 4-1 af te stevenen. Misschien nog één kansje voor Roda met Gullit hier. Die legt hem breed op Beel, die kan hem weer breed leggen op Alaba. Alaba straks inspelen, schieten. Nee. Nou, de rebound kan nog steeds, binnengehouden worden door Ronaldo. Die moet een mooie turn. Ja, Berbatov spin. Slordig uitverdedigd weer. Of kan er nog gecount worden? Nog 2 minuten op de klok, de laatste aanval. Als je dit doet, is niet handig. Misschien nog eentje voor Roda dan. Laten we eens gek doen. Nee. Helaas. 4-1. 4-1 overwinning voor Roda JC tegen VV Venlo. Ik ben benieuwd of die blij is. Denk het wel.
Tom, 4-1 tegen VVV, Limburgse derby. Maar het was even een kleine horde die je moest nemen naar de titel. Ja, zo zag het er wel uit, ja. Ja, in ieder geval wel een belangrijke wedstrijd voor mij. En gelukkig ging het vrij simpel, ja. Ja, je komt heel snel op 3-0. Gewoon weer drie keer Ronaldinho, hè? Ja, dat is inderdaad. Het verbaast me niet eens meer. Hij prikt er elke wedstrijd volgens mij gemiddeld ruim 2. Dus als hij zo nog even doorgaat, dan kan ik dadelijk de schaal omhoog halen. Dus laten we het hopen. Ja. Goed, ja, je staat er gewoon fantastisch voor. ADO verliest dit weekend. Dat betekent eigenlijk dat jij en PSV nu gewoon losstaan met z'n tweeën. Wordt het een strijd tussen jullie twee, denk je? Ja, zeker. We moeten dadelijk, volgens mij, voor 2 weken moeten we weer tegen elkaar. Dus het gaat zeker een strijd worden, ja. Ik denk degene die wint, dat die goede stappen zet, ja. Maar ja, je kunt het altijd nog verspelen. Er komen nog genoeg andere wedstrijden, die zijn net zo belangrijk. Dus ik moet me gewoon blijven focussen. Top kerel, dankjewel. Succes. Dankjewel. Sandro, hoe vervelend is het dat je deze Limburgse derby verliest? Ja, heel vervelend. Het zat er echt niet in, deze pot, dus. Nee. Wat is je verhaal van deze wedstrijd? Ja, ik kreeg alleen kans tegen, voor mijn gevoel. En ja, focus was niet goed, denk ik. En ja, ik stapte te veel in met mijn verdedigers. En hij scoort, ja, 3 keer met Ronaldinho. En doet hij volgens mij elke wedstrijd met Ronaldinho, dus. Ja, dat hij beter is, dat kan. Dat hij een beter team heeft, dat kan. Maar focus, wat ga je daaraan veranderen voor de volgende keer? Want dat lijkt me wel een kwalijke zaak. Ja, ik denk dat ik toch meer die wedstrijd in moet gaan. En niet naar zijn team moet gaan kijken, maar gewoon op mijn eigen spel moet focussen. Ik ging anders spelen, 4-2-3-1. En misschien moet ik gewoon mijn eigen opstelling blijven spelen. Oké, okay, succes voor de volgende wedstrijd. Dankjewel. Top. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie.